Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 4 juni en ik ga dus voor jullie een weekboodschap trekken en drie keuzekaartjes en dat ga ik doen uit dit deck, de Crystal Angels van Doreen Virtue. Ik zal alvast beginnen met het weekkaartje en ik ben benieuwd wat de weekboodschap wordt. Die heb ik al gekregen en dat is deze. Clear Quartz, dus eigenlijk bergkristal. Laat jezelf toe om al je emoties te voelen. Je gehele regenboogspectrum van gevoelens zendt jou heel in belangrijke boodschappen en begeleiding. Dus ja, de engelen vragen je om dus echt wel te gaan luisteren naar al je emoties. We hebben heel veel emoties. We hebben gevoelens van blijdschap, van geluk, van liefde, van... Ja, maar we hebben... Dat zijn allemaal zo gevoelens die, ja, die aangenaam zijn, die ons blij maken en gelukkig maken. Maar we hebben ook andere emoties, zoals boosheid, verdriet, jaloersheid en noem maar op. De laatste die ik opnoemde zijn zo eerder gevoelens die we niet willen voelen. Ja, we willen niet boos zijn of we willen niet verdrietig zijn. We willen ook niet jaloers zijn, want dat geeft ons een slecht gevoel over onszelf. Die gevoelens zijn ook niet aangenaam en daarom willen we heel graag deze gevoelens aan de kant schuiven. Maar je voelt die gevoelens niet zomaar. Je voelt deze emoties omdat je dus die emoties zou kunnen verwerken. Dus ze komen naar boven zodat je ze een plaats kunt geven, zodat je je boosheid kunt uiten en verwerken, zodat je dus via jaloezie kunt gaan zien wat jij nodig hebt, waarom ben jij jaloers op die ander. Stel jezelf eens die vraag. Wat is het dat jij tekort hebt of wat geef jij jezelf niet? Dat is bijvoorbeeld iets die daaruit kan voortvloeien. Dat verdriet, dat voelen we ook niet graag. Maar soms zijn er gewoon gebeurtenissen gebeurd in ons leven die ons echt wel geraakt hebben. Dus wanneer je bijvoorbeeld iemand hebt verloren, komt er vaak verdriet naar boven. En dan hebben we zo de neiging van, maar ik wil dat opzij schuiven, zodat ik mij goed kan voelen. Maar die gevoelens, die willen gevoeld worden, zodat je ze dus kunt verwerken en een plaats kunt geven. Wanneer je die gevoelens niet verwerkt, zetten ze zich ergens vast in je lichaam, kan je zelfs ook lichamelijke klachten krijgen. Ja, het is gewoon de bedoeling dat we echt met deze gevoelens aan de slag gaan en dat we deze proberen te verwerken. Dus verdring deze gevoelens niet als ze aan de oppervlakte komen, maar kijk ernaar. Wat willen ze je zeggen? Wil je huilen of wil je boos zijn? Doe dat dan. Sla op een kussen als je boos bent of huil eens flink als je verdrietig bent. Het is geen schande om dat te doen. Het is de bedoeling dat je het uit en dat je het dus ook kunt verwerken. Zodat je dus je weer beter voelt. En dat alles weer beter wordt eigenlijk. Dus stop met deze gevoelens te verdringen. Laat ze toe. Probeer ze een plaats te geven en te verwerken. Wanneer dit moeilijk gaat om dit alleen te doen, mag je er zeker over spreken. Ook met iemand die je vertrouwt. Of met een therapeut, die kan je misschien beter helpen om dit alles te verwerken. Maar het is belangrijk dat je dus deze gevoelens niet meer aan de kant duwt, maar dat je er echt naar gaat luisteren. Zodat je ze kunt verwerken en een plaats kunt geven. Dat is dus de weekboodschap voor de komende week. En dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken. Ik heb er al twee gekregen en nog eentje. Zo. En dan gaan we eens kijken welke kaartjes het zijn. Dus kaartje 1, kaartje 2 en kaartje 3. Welk kaartje trekt je nu het meeste aan? 1, 2 of 3? Maak dus een keuze over het kaartje dat je dus het meeste aantrekt. Kaartje nummer 1 is deze. Een hele liefdevolle, de roze kwarts.
je liefdesleven. Nieuwe of vernieuwde romantische liefde is er voor jou. Prachtig. Dus het kan zijn dat er een nieuwe persoon in je leven komt die je, die je hart sneller doet slaan. Dat geldt niet voor iedereen. Het kan ook zijn dat je al een partner hebt. En ja, daar kan het zijn in deze relatie dat de liefde weer wat heviger wordt. Dat een vernieuwde liefde is. Dat jullie misschien elkaar herontdekken. En dat jullie echt wel beseffen dat jullie er voor elkaar zijn. Dat jullie bij elkaar horen. Misschien doen jullie iets extra romantisch. Of iets, en geven jullie een geschenk aan elkaar. Maar het is dus een teken dat er dus weer meer liefde in jullie relatie komt. Het kan dus inderdaad ook een nieuw persoon zijn. Dus stel jezelf open als je iemand ontmoet die echt wel je interesse wekt. Want het zou echt wel kunnen zijn dat dit uitgroeit tot een mooie nieuwe relatie. Het kan ook staan voor de liefde voor jezelf. Want misschien ben jij alleen en heb je het gevoel van ik wil niet echt een nieuwe relatie of ik heb ook geen partner. En je voelt zo'n beetje weerstand tegen de liefde. Dat gebeurt heel vaak als we ons gekwetst hebben gevoeld of als anderen ons pijn hebben gedaan. Of als we iemand verloren hebben waar we van houden, dan dat doet pijn natuurlijk. En daarom beschermen we onszelf, zodat we niet echt meer verliefd willen worden of niet echt een relatie meer willen aangaan. Vaak is ook, is er ook een verstoring met de liefde voor jezelf. Het kan zijn dat je zelf denkt dat je het niet waard bent om een mooie nieuwe relatie te ontvangen. Misschien heb je ook een laag zelfbeeld en ben je wat hard voor jezelf. Dan is het belangrijk dat je hier dus gaat aan werken. Dus dat je gaat werken aan die zelfliefde. Dat je dus gaat inzien dat je een prachtig mens bent. Draag een rozenkwarts bij je. Die kan je echt helpen om jezelf wat liever te zien. Maar stop met kritiek te geven op jezelf. En stop met hard te zijn op jezelf. Dat is al een goed begin. Wees zacht voor jezelf en doe de dingen die je leuk vindt. Dan kan je ook groeien om meer van jezelf te gaan houden. Zeg ook nee tegen andere mensen als dat nodig is. Zorg ervoor dat je genoeg ontspanning hebt. En dat je genoeg kunt dingen doen die je zelf leuk vindt. Zodat je dus goed en beter voor jezelf kunt zorgen. Dat zijn allemaal stappen naar zelfliefde. Maar het is dus belangrijk dat je echt wel van jezelf gaat houden. Want dan kan je ook beter van andere mensen houden. Dus hou van jezelf. Wees lief voor jezelf. En als je al zover bent, dan kan je gerust een nieuw persoon in je leven verwelkomen. En dat ook op een bestaande relatie. Misschien komt hier meer verdieping. Wie weet. Dus het tweede kaartje is dit kaartje, de Rubeliet. Passie en doelen. Je enthousiasme geeft je energie en motivatie om te werken aan een belangrijk project dat dicht bij je hart ligt. Heel mooi. Dus het kan zijn inderdaad dat je een bepaalde passie voelt voor iets dat je echt wel ergens wilt aan gaan werken en dat je een bepaald doel voor ogen heeft, of hebt, bedoel ik. En je voelt dat ook. Wanneer je dus denkt aan dat project of aan die creatieve bezigheid of aan een bepaald iets dat je in gedachten hebt en je voelt daar echt heel veel passie en blijheid mee, dan weet je gewoon dat dat je doel is of dat je dat mag gaan doen. Dus twijfel niet langer. Gebruik het enthousiasme dat je voelt en gebruik dat gevoel om iets moois te creëren. Dus dat is eigenlijk een actiekaart. Wanneer je iets in gedachten hebt en het voelt goed voor jou en je hebt inspiratie, ga dan aan de slag. Ik kan eigenlijk niet meer uitleg geven over dit kaartje. Het
Het gaat gewoon om niet te twijfelen aan jezelf. En echt wel te gaan voor je doelen. Heel mooi. Weet ook dat je beschermd bent en dat je, ja, wanneer je dus een bepaald doel wilt bereiken, vraag dan ook hulp aan je lichtteam en weet dat ze achter je staan. Want wanneer jij dit soort enthousiasme voelt, dan weten ze ook dat het echt wel voor jou bedoeld is. En ja, ze kennen ook je doelen, dus ja, wees gerust, ze gaan zeker achter je staan en je zeker ook helpen. Dus je hoeft zeker niet te bang te zijn. Dan hebben we kaartje nummer 3 en dat is deze, de maansteen. En er staat hierop dus verhoogde intuïtie. Dus wees extra aandachtig, dus naar je eigen intuïtie. Dus luister goed naar je eigen intuïtie, want deze is echt iets om op te vertrouwen. Dus het kan zijn dat je op dit moment dus echt wel... Ja, dichter in contact staat met je intuïtie. Je intuïtie is een innerlijke stem die dus zegt, of die je dus aanwijzingen heeft dus over wat je mag doen, over wat goed voor je is. Deze boodschappen kunnen doorgestuurd worden door je lichtteam en dus via je intuïtie je bereiken, maar het kan ook je hogere zelf zijn die met jou communiceert. Dus je ziel kent je doel, ook je lichtteam kent je doel. En ja, ze willen je via je intuïtie bepaalde boodschappen doorgeven, zodat je je ware pad kunt volgen. En wanneer je dus iets doorkrijgt, maar je gaat hieraan twijfelen, ja, dan is het jammer dat je dus deze raad niet opvolgt natuurlijk. Twijfel is het ego, dus... Wanneer we iets doorkrijgen en het voelt onmiddellijk goed, dan is het je intuïtie, dus vertrouw daarop. Je intuïtie zal je ook nooit geen nare boodschappen doorgeven. Je intuïtie heeft je boodschappen door die je eigenlijk stimuleren om vooruit te gaan. Het kan echter ook zijn dat in bepaalde gevaarlijke situaties dat je intuïtie je inderdaad gaat gaan waarschuwen. En dan je misschien een ongemakkelijk buikgevoel gaat geven. Die zegt van, ja, doe dat niet of doe iets anders. Let toch op. Dat kan. Het kunnen dan ook waarschuwende boodschappen zijn. Maar je intuïtie gaat bijvoorbeeld nooit zeggen van, nee, je kan dit niet. Je hoeft dit niet te doen. Het is veel te moeilijk. Je bent niet goed genoeg. Dat zal je intuïtie nooit doen. Dat is eerder je ego. Dus als je iets doorkrijgt en het voelt goed voor jou, en je voelt het enthousiasme, dan mag je zeker zijn dat je intuïtie is. Ik wil een beetje te snel praten, denk ik. Dus als je echt dat enthousiasme voelt, dan weet je dat je intuïtie is. Excuseer. Wanneer je dus dan kort daarna, meestal is dat je eerste gevoel, het enthousiasme dat je voelt. En dan kort daarna komen de twijfels. Twijfels aan jezelf, twijfels hoe je het gaat doen, twijfels of het wel mogelijk is. Dat is dan meestal je ego. Maar vertrouw erop dat je geholpen wordt en dat wat voor jou de bedoeling is, zal voor jou ontvouwen. Dus... Ja, wij hebben soms een beperkt vermogen om oplossingen te zien. Maar die oplossingen die komen soms van boven. Dus het is goed om te vertrouwen op je lichtteam en op het universum. Want als het de bedoeling voor je is, dan word je geleid. Het is ook belangrijk om geduld te hebben. Het gebeurt niet in 1, 2, 3, maar je kan al een boodschap doorkrijgen en dan hulp vragen. En dan is het een zaak om gewoon te vertrouwen... En geduld te hebben kleine stapjes te nemen totdat je dus je doelen kunt bereiken. Dus wat je doorkrijgt via je intuïtie is zeker geen verzinsel. Het is de waarheid, daar mag je op vertrouwen. Zo, dit was dus boodschap nummer 3. Het waren dus weer hele mooie boodschappen. Dus zorg ervoor dat je dus aandacht schenkt aan je emoties. Hou van jezelf.
Volg je passie en je doelen en luister naar je intuïtie. Prachtig. Eigenlijk sluiten ze ook allemaal een beetje aan bij elkaar. Ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot volgende week. Dag!